Urk op de zaterdagmiddag in Amsterdam op bezoek bij AVV Zwift, de nummer 7 in de hoofdklasse B. De Urkers hebben nog uitzicht op de periodetitel, maar ze zijn daarbij afhankelijk van koploper Genemuiden. Die hebben net een iets beter doelsaldo. De Urkers moeten eerst zelf zorgen dat ze de wedstrijd winnen. En dus zoekt Urk meteen de aanval. En dat levert meteen een goede kans op voor Lucas Nagel. Dan maken we een sprongetje naar de 23e minuut. Een terugspeelbal op Richard Strijker. Maar de doelman gaat hier opzichtig in de fout. En dat betekent meteen de 1-0 voorsprong voor Zwift. Carlos Groen straft deze blunder van Strijker keihard af. Ongelooflijk. Strijker probeert contact te maken met Benny Dunnik, maar hij vergeet daarbij de bal. En dus de achterstand voor de Urkers. En dus moet Urk op jacht naar de gelijkmaker. William de Boer kan de bal vanaf de linkerkant inbrengen. Lucas Schraal laat de bal lopen voor Klaas Romkes. En die weet al wat raad mee. En dus is Urk snel weer op gelijke hoogte. 1 tegen 1. 2 minuten na de gelijkmaker. Een gelijksoortige aanval van Urk. De Boer weer vanaf links. En dit keer bereikt hij Rico Nentjes. En die kapt, die draait en hij scoort. En zo zetten de Urkers binnen 3 minuten een 1-0 achterstand om in een 2-1 voorsprong. En de Urkers willen de wedstrijd dan snel beslissen. Rico-Jan Brands met de voorzet en Klaas Ronkes is hier heel dichtbij een treffer. Maar zo gaat Urk met een kleine voorsprong de rust in om te pauzeren. In de tweede helft gaan de Amsterdammers op jacht naar de gelijkmaker. We zitten in de 63e minuut en Urk krijgt die bal maar niet weg. En dan valt hij zomaar op de voet van Fidel Hilmas. En die schiet eigenlijk vanuit het niets de bal hard in de touwen. En zo is de stand weer gelijk. De thuisploeg hier opnieuw in de aanval. En bij de tweede paal staat Fidel Hilmas helemaal vrij om binnen te schieten. Maar hij verzuimt hier om zijn ploeg op voorsprong te zetten. Dan de strakke paas van Johannes Schrijver op Lucas Schraal. En die ontdoet zich hier van zijn directe tegenstander. En dan gaat de bal via aanvoerder Guido Mollet in het doel. En lijken de Urkers hier op een 3-2 voorsprong te komen. Maar volgens de scheidsrechter heeft Schraal te veel met zijn armen gewapperd. En dus keurt hij de treffer af. En dan geeft hij Gert-Jan Karsten ook nog een gele kaart wegens protesteren. Urk heeft de winst nodig om uitzicht te houden op de periodetitel. En dus blijft de ploeg de aanval zoeken. William de Boer schiet hier maar net naast. En dan zitten we diep, heel diep in blessuretijd. De 90 minuten zitten er al lang en breed op. En dan geeft Hessel Snoek de voorzet richting Pieter Brands. En die prikt die bal ijskoud binnen. En zo pakken de Urkers diep in blessuretijd toch nog de volle winst. Het is niet genoeg voor de periodetitel, want die pakt Genemuiden. Maar Urk doet toch hele goede zaken met deze 3 zwaar bevochten punten in Amsterdam. Ik denk dat er 2 ploegen fel stonden die maximaal voor de winst gespeeld hebben. Ik vond hun technische vaardigheid en spelopvatting erg goed. En ik heb vanaf begin geroepen, na de herfstvakantie worden de tegenstanders elke week zwaarder. Nou, ik vind dit echt een hele goede ploeg. We hebben de eerste helft denk ik wat minder gespeeld. Maar eigenlijk heel grote kansen gecreëerd tegen hun wat beter positiespel en geen kansen. Een paar gevaarlijke aanvallen, maar de kansen die wij gemist hebben voor de rust, die moeten erin. En dat probleem dat blijf ik maar aanstippen. Na de rust vond ik ons misschien bij Vlagen zelfs iets beter gaan spelen, hun iets minder. Kom je toch terecht op dat moment op gelijkspel. Ja, en ik had eigenlijk maar al een beetje verzoend met gelijkspel. We hebben wel voor de winst gespeeld. Hessel, eigenlijk heel veel risico om die te brengen, maar toch. De laatste 10 minuten erin. Nou, dan zie je toch wel een Flair die weer aan de rechterkant brengt. Jelle erin, Pieter erin. Ja, ik zei tegen Brands net naar de wedstrijd, ik zei, je moet gaan oppassen dat je niet het geheime wapen van Urk gaat worden. Dat je elke keer als wissel gebruikt wordt, omdat je het vervolgens zo uitstekend invult. Ja, had jij nog gerekend op die 3 punten? Ja, daar moet je op rekenen, want als je daar niet in gelooft, dan valt die zeker niet. En we hadden hem daarvoor al gemaakt. Onverklaarbaar, ik krijg weer een gele kaart. En dan als argument, het ging te hard, het geschreeuw. Nou oké, dat mag. Dus ik zal van de TC, was een leermoment, verbaal wat minder duidelijk naar de arbitrage. Dus ik ga weer in mijn hok, moet weer op strafwerk. Maar dat was natuurlijk op dat moment wel heel pijnlijk, want het was eigen doelpunt. En daar gebeurde echt niet veel.
En dan zit je nog in de emotie van de periodetitel. Ja, en daardoor lijkt het dan daarna heroïs. En ja, moet ik eerlijk zeggen van... Nou ja, je zag aan onze ontlading wel, je kunt wel stoer doen. Maar dan is voetbal emotie en dan is het misschien ook wel een beetje gewoon de mazzel die je hebt. Als je staat waar wij nu staan, mee bovenaan. Als je onderin bungelt, dan valt zo'n bal altijd aan jouw kant erin. En nu valt hij aan onze kant. Precies, jullie pakken hier gewoon 3 punten. Jullie missen de periodetitel, maar die 3 punten vergoeden denk ik heel erg veel. Ik heb voor de wedstrijd gezegd, ik zeg, we spelen gewoon voor 3 punten. Pakken we dan ook nog een periode, is dan een bonus. Maar je competitie gaat over 30 wedstrijden. En als jij 10 wedstrijden 24 punten haalt, dan moet je gewoon tevreden zijn. En helemaal als je uit bij Zwift, wat in mijn ogen een kampioenskandidaat is, in de laatste minuut die wedstrijd ook nog naar je toe trekt, dan is er helemaal geen chagrijn. En als we dan toch willen weten waar hebben we die periodetitel laten liggen, wij hebben 10 wedstrijden gespeeld, daar heb jij er ook een paar van gezien, jouw collega's ook. Ik denk dat wij in alle wedstrijden minimaal 3 goals extra hadden moeten maken. En we komen er 2 tekort.